hebben een probleem. You stupid. Beitula Yapma. Het is vandaag. Het is een keertje ook professioneel sinds wij. Magnifiek. I'm all up in the clouds waiting for a name. Ain't never coming down, let you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day. Like day by day. Van de koninklijke familie. Een mooie botanische tuin, zijn er nog nooit geweest. En de bruid is al met ons. Hallo. Jada en Mustafa vandaag. Het is eigenlijk een love shoot. Ja, een love shoot, ja. Maar we gaan ook de foto's maken van de wedding van dit koppeltje. Maar dat is voor later. Heb jij iets te zeggen? Oh, ik ben heel benieuwd voor vandaag. Het is ook heel mooi weer. Maken we maar zonnige foto's, hè? Ja. Wordt heel leuk. Je hebt al een heel mooi kleedje aan. Dankjewel. Heel fleurig, wit. Zullen we straks laten zien. Hè? Ik heb ook leuke haarbandjes. Ja, mijn bloemetjes. Ja. Ik heb geen keuze kunnen maken. Kan ik kiezen? Eens kijken. Oh, dat is ook mooi. En ook nog zoiets. Ja. Mooie bloemenkroontjes. Beitula Yapma. Die team is in. Is dat onbekelijk? Geen idee. Nee. Dat kan toch niet waar? Dit is mijn srama. Dit is rijen, maar niet srama. Oh nee, dat is een sram voor daar. Serieus? Oh nee. Kaarten. GT Olamas. Ze hebben politiecontrole. Oh my god. Schandelijk. We gaan voorsteken. We gaan zeggen we hebben een fotootje. Ja, maar nee. Je kunt niet voorsteken, denk ik. Ook daar de Kalwalk Olamas. Ja, jokkaarten. We hebben een probleem. Wat was dat? Er waren zeker 300-400 mensen aan de rij aan het wachten. Er staat nu al een wachtrij van heel veel mensen. Ik denk inderdaad honderden. En dat hadden we niet verwacht. Heel veel politiecontroles. We dachten, één, het is de laatste dag dat het daar open is. Twee, het is een brugdag, dus veel mensen zijn op vakantie, want die hebben dubbel weekend. En ja, dat was dus niet zo. I've been on my way up, now it's really far down. I don't think I'll feel it when I hit the ground. In October it feels like summertime. I keep falling for you like every night. Been communicating through satellites, yeah. It's black and white. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should. We hebben geparkeerd en nu gaan we op zoek naar de lange rij. Ja, ik ga nu moeten aanschuiven. Ik hoop dat we dat niet moeten doen. Ik heb een goed gevoel. Ik ga mensen aanspreken en we gaan zeggen dat we een bruid bij hebben uiteraard. En dat we op tijd op de wettelijke trouw moeten zijn, dus dat ze ons moeten voorlaten. En dan hoop ik dat we worden voorgelaten. Wat denk je? Hopelijk is het zo. 100 mensen. Hé, weet. Met onze rugzakjes. Wat? Zit aan die eigen ziekte par. Gizelim, gizelim. Chak. Oh. Sıraya bakın. Polis amcalar. Gel 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 gel. Gel ya. Geliyorlar. Ne girmeyeceğim ya. Geçtik resmen. Ah, heyecanlandım. Bir de bekleyecektiniz sırada. Een korte update. We zijn binnen geraakt.
We hebben niks gevraagd aan iemand. We zijn gewoon met de menigte mee zebrapad overgestoken. Ja. En we zijn binnen geraakt. En niemand heeft dat gemerkt. Dat was eventjes spannend. Unless you call my name. Yeah, we should take it slow. Just like day by day. Like day by day. Oké, krullen even. Like day by day. Blijf ik zo? Kijk eens uit. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down, unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day. Like day by day. Been communicating through satellites, yeah. It's black and white. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down. Was it nice, Genghis Art? Zoals jullie kunnen zien, gaat de shoot super goed. Heel mooie locatie, mooi koppeltje, mooie kleren, mooi weer, mooie foto's. Ja, we hebben tot nu toe een heel mooie shoot. En we zijn nog niet eens in het midden, denk ik, zo, van de parcours. Misschien moeten we eens vragen aan hun hoe dat het met hen gaat. Hoe verloopt het, de love shoot? Heel schattig. Liefdevol. Votre impression de shoot, de mariage? Super sympa, ça se passe très bien. Impeccable. Rien à dire. Impeccable et irrestéisable et magnifique. Unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day. Like day by day. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Een behaarde plas. Unless you call my name. Yeah, we should take it slow. Like day by day, like day by day. I'm all up in the clouds when I'm pouring rain. We zijn hier midden in de service. Er is een heel lange wachtrij en Mushi is een simiet aan het eten. Want ik heb honger. We hebben allemaal een beetje simiet gegeten en nu heb ik er wat energie om te proberen. Yes. Yes. De fotograaf fotografeert zijn vrouw. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down, unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day. Like day by day. We zijn stik kapot. Heel moe. Ik ben rugpijn. 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 We hebben de shoot afgerond hier in de Koninklijke Cyrus. En we stappen nu poort uit. In bewaking van de politie. Ja. Zet erop. Gelinen prensesler gibi arabasına götürülüyor. Kutsuna. In October it feels like summertime. I keep falling for you like every night. Been communicating through satellites, yeah. It's black and white. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Kesinlikle çok profesyonelsiniz ve bize rahat olmamızı
sağlıyorsunuz. Kesinlikle özgür hissediyoruz kendimizi. Gezi boyunca, fotoğraf çekimi boyunca tamamen özgür, sanki bir geziye çıkmış gibiydi. Ben şu pozu istiyorum dememize bile gerek yoktu. Siz anında en güzel pozları, en güzel yerlerde bizim için seçtiniz. O yüzden sizi çok sevdik. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Düğün çekimimiz için şimdiden çok heyecanlıyım. Sen galiba ne hazırız. Artık tecrübe. Mikrofon ben de. Aynen öyle. Je trouve que votre professionnalisme est parfait. Je conseille à tout le monde de vous choisir car vous êtes au top dans votre domaine. Parce que ça, ma fiancée a tout dit. Voilà. Vous êtes un très bon couple. Un très bon couple. Je conseille à tout le monde, franchement, c'est vous mettre à l'aise, sans pression, sans rien du tout. Nog een tractatie van de lieve dame. Smakelijk? Ja. Wij hebben onze shoot afgerond. Daarna zijn we lekker gaan eten, zoals je kan zien in het vorige stukje. Daarna hebben we een ijsje gegeten. Daarna zijn we helemaal van Brussel naar Genk gekomen. Want we hadden een belangrijke meeting met iemand die meubelen maakt zelf. Handgemaakt op maat. We hebben daar onze project mee besproken. En dat was heel leuk. Hele toffe mensen. En nu gaan we naar onze bouwgrond om te kijken hoe het staat met de bouw. Daarna gaan we naar het huis. Daarna hebben we nog een meeting. Want dan komt er een klant van ons om member te worden van Herbalife. Daarna kunnen we eindelijk rusten. Dan is het waarschijnlijk zo 10 uur, 11 uur. En eigenlijk moeten we dan al gaan slapen, want we moeten weer vroeg opstaan. Want morgen is een duwtje kimmen. Maar ik hou wel van zo'n drukke levensstijl en ik ben niet anders gewoon. Dus ik geniet er wel van. Dus gisteren Utrecht, Amsterdam. Daarna vandaag Rokesha. Daarna vandaag Brussel shoot. Morgen trouwreportage. En dan kunnen we zondag genieten van onze eigen trouwdag. Huwelijksverjaardag, de eerste. Een speciaal dag. We hebben leuke plannen. Die moeten we nog kunnen kritiseren. En ja, dan zit ons weekend er al op. What's up guys, we zijn nu op onze bouwgrond en er is een heel groot verschil. De isolatie is vastgepunt tegen de buitenmuren. Het ziet er wel geweldig uit. Echt indrukwekkend. We hebben net een tour gedaan, je zal het zo meteen zien. Knapwerk, ziet er geweldig uit. Zo dadelijk ga ik ook met de drone vliegen. Wat zeg je? We zijn hier weer aangekomen om te kijken hoe het gevorderd is en kijk! De buitenisolatie is vast. En de gevels zijn al klaar om gezet te worden. Hier staat ons plan gepassificeerd. Onder bij de wet staat er. Ah, de bekisting. Dit is de toilet. Dit ding in de toilet. Hier komt onze kast. Grote werkbank. Ik heb nu een bureau. Waar jij aan die kant zit, ik mooi aan het raam. Editing, vlogs, editing pictures. You stupid. Van de tafel die naar buiten kijkt. Ready to take off. Like day by day. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down, unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day. Like day by day.